Kikidio, het schooltje voor hoogbegaafde kinderen, moet sluiten per 20 augustus. De gemeente vindt het niet meer passen binnen het bestemmingsplan. Kikidio zit pas een jaar in Meerhoven, midden in een woonwijk. We hadden gehoopt dat we wat langer hier konden blijven. Wij wilden eigenlijk net een vergunning aanvragen omdat we besloten hadden hier nog langer te blijven. Aanvankelijk hadden we dat niet gedaan omdat we dachten dat we hier misschien maar één jaar zouden kunnen blijven. Vandaar dat we dachten van nou, we gaan kijken het eerst aan hoe het hier gaat. Maar we zijn onverwacht snel gegroeid. En de papieren lagen in feite klaar. Het is nog niet duidelijk waar het schooltje nu naartoe moet. Maar er wordt hard gezocht naar een nieuwe locatie. De ouders hebben zelf ook een petitie georganiseerd. Die hebben ze aan de wethouder aangeboden. Die is door alle ouders ondertekend. Morgen gaan de kinderen met grote vakantie. En we kunnen niet zeggen waar we op 23 augustus weer starten. Alles wat je om je heen ziet, dat zijn stoffen. Er zijn heel veel verschillende stoffen. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld zo'n M&M, dan zitten daar heel veel verschillende stoffen bij elkaar. Voor de leerlingen is het ook jammer. Ze hadden het goed naar hun zin. Vooral omdat het klein was. En ja, we deden vooral leuke dingen. Het is lekker groot. En ja, het is lekker groot. Dus we kunnen alles kwijt. Alle boeken, alles. Het was gewoon een gezellige locatie. En voor de meesten makkelijk te bereiken. En we hadden leuke speelveldjes. Dus het is wel heel jammer als we hier weg moeten. We hebben opdrachten dat je zeg maar. Dan krijg je allemaal rood plus groen is dat. En dan moet je ontrijven welk getal is rood en welk getal is groen. Dat vind ik heel leuk. Ja, want het was wel een heel fijn pand dit. En eerst zaten we ergens anders en dan was het nog een veel kleiner pand. En dit jaar hadden we net een groot genoeg pand. En dan moeten we nu weer weg, dus dat vind ik wel erg jammer. Het is dus nog spannend waar de kinderen na de vakantie het nieuwe schooljaar beginnen. Zeker niet op de huidige locatie, want elke week dat de school langer open blijft dan 20 augustus wordt bestraft met een dwangsom van 10.000 euro.